Hoi allemaal, vandaag ga ik jullie wat tips geven voor het helpen van jullie studiekeuze. Het is natuurlijk een hele belangrijke keuze die je maakt, want je kan het niet zomaar terugdraaien en eenmaal gemaakt zit je er of aan vast of je stopt weer. En dat is natuurlijk allemaal alleen maar zonde van je tijd. Dus daarom heb ik wat tips die je kan gebruiken voordat je gaat kiezen. Tip 1. Ga niet voor de eerste beste keuze, maar kijk gewoon rond naar wat er allemaal is. Want er zijn zoveel verschillende soorten opleidingen en het kan gewoon niet. Dat jij maar één keuze hebt van alle keuzes die er is. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat jij één opleiding echt helemaal top vindt, maar blijf toch even doorkijken. Want er kan misschien nog een opleiding zijn die nog net iets specifieker is of nog net meer focus op wat jij echt heel erg leuk vindt. Doe een meeloopdag op, ga proefstuderen. Want het is zoveel beter als jij een opleiding helemaal leert kennen in plaats van alleen via de open dag. Want op deze manier kan jij zien of je echt een leuke opleiding vindt. Je kan praten met studenten, je kan praten met allemaal docenten, je kan al je vragen stellen. Het is ook veel makkelijker, omdat op de open dag krijg je meestal maar antwoord van één persoon. En met zo'n proefstuderen of zo'n meeloopdag krijg je antwoord van meerdere personen. Krijg je meerdere meningen waar je misschien wel weer niet of wel bij kan aansluiten. Tip 3. Denk goed na over wat jij altijd al heel erg leuk hebt gevonden. Ga niet af op wat jij afgelopen 3 jaar heel erg leuk hebt gevonden. Want het kan zijn dat je nog veel dieper moet zoeken in jezelf. Dus dat je bijvoorbeeld al 8 jaar geleden iets jou heel erg veel boeide. Dan is het heel erg leuk om daar ook een opleiding in te gaan bekijken. Omdat je dan kan zien of je daar nog steeds interesse voor hebt of juist niet. Op die manier kom je er ook weer achter welke richting je op moet gaan met het kiezen van een studie. Tip 4. Wees realistisch. Als jij niet goed bent in wiskunde en je gaat een technische studie volgen, dan kan dat heel erg moeilijk worden. Dus als jij een opleiding wil gaan volgen die bijvoorbeeld heel technisch is, in de zorg of in bouwkunde of waar dan ook, zorg er dan voor dat jij echt de motivatie hebt om ook bij te scholen in wiskunde of in natuurkunde. Want het is gewoon heel gezonde en ervaring blijkt dat als jij zo'n opleiding gaat volgen, je het helemaal niet gaat halen als je die inzet niet wilt tonen. Dus wees realistisch met jezelf. Heb ik daar zin in? Ga ik dat doen? Tip 5. Kijk goed naar de tijdbesteding die je kwijt gaat zijn in je opleiding. Want de meeste opleidingen zijn 16 contacturen. Dit betekent dat die uren zijn ingeroosterd en dat je daarop op school moet zijn. Meestal moet je buiten school ook nog best wel veel zitten aan je opleiding. Bijvoorbeeld bij mijn opleiding. Mijn opleiding is 20 contacturen gemiddeld. En daaraan zit ik ook nog 20 uur thuis, minimaal per week, aan mijn opleiding. Ik vind het leuk, want ik heb voor deze opleiding gekozen en ik vind het gewoon allemaal heel interessant. Maar het kan zijn dat jij een hele drukke bijbaan hebt of een heel druk sociaal leven. Dan is het gewoon geen goed idee om een drukke opleiding te gaan volgen, want dan ga je niet genoeg tijd ervoor hebben. Tip 6. Denk goed na over de baan die je later gaat uitvoeren. Want stel je voor dat je een opleiding vindt waar allemaal leuke vakken in worden gegeven, maar je vindt later het werk niet eens leuk dat je ermee gaat doen. Dan heb je wel een hele leuke schooltijd 4 jaar lang. Maar je hebt helemaal geen leuke tijd daarna. En misschien moet je jezelf daarna zelfs weer omscholen, omdat je anders nergens anders kan werken. Dus dat is heel erg zonde. Denk daar goed over na over wat voor banen je ermee kan uitvoeren. Zoek dat op, doe research en zorg ervoor dat je een goede keuze maakt. Dankjewel voor het kijken en heel veel succes met jullie studiekeuze.